Om de gemeenschap bewust te maken van de rol van de jaguar is vandaag het eerste nationale jaguar-evenement van Suriname gehouden. De bedoeling is om de gemeenschap te wijzen op de rol die de jaguar speelt in het ecosysteem van de regio. Aan dit evenement is ook de expositie Tigri Akono Fu Abusi verbonden. De expo is vandaag geopend in G-Art Blok aan de Verlengde Keizerstraat in bijzijn van leerlingen van de basisschool die hebben bijgedragen aan de muurschilderingen. Ruim 1 jaar geleden is er een project opgestart om aandacht te vragen voor de jaguar, omdat zij hun plaats in de natuur dreigen te verliezen. George Struikelblok, voorzitter van de Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname, FVAS, gelooft dat bewustwording bij de jongeren moet beginnen. De federatie probeert dat te doen middels kunst en cultuur. Als creativiteit, kunst en cultuur onderdeel wordt van onze leefwereld en van de directe omgeving, ontstaan er bijzondere projecten. Projecten die de toegang tot onze samenleving verbeteren. Je krijgt de kans om je creativiteit in te zetten, inspiratie op te doen, anderen te ontmoeten, je talenten te benutten en je leven te verrijken. Het maakt je een gelukkiger, gezonder en socialer mens. Dit is ook een van de doelen van dit project. En wel het verbeteren van onze samenleving door mensen bewust te maken hoe belangrijk het is om de Tigri Akono Fu Abusi te beschermen. En we moeten bij de jeugd beginnen. De bewustwording om het belang voor behoud van de natuur is heel belangrijk. Minister Silvano Tjongahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu, die president Santokki vertegenwoordigde, haalde aan dat Suriname zich in 2018 samen met andere landen in de regio heeft gecommitteerd aan de 2030 Jaguar Roadmap. Hij zei dat de bescherming van de jaguar onderdeel moet zijn van de strategie van de wederopbouw van Suriname na de pandemie. We have to build back better, zegt men. Zou de promotie van duurzame toerisme in beschermde gebieden als een van de strategieën kunnen worden gezien om werkgelegenheid te creëren in lokale gemeenschappen en zodoende economische ontwikkeling aan te wakkeren. In deze tijd van historisch verlies van biodiversiteit moeten wij de biodiversiteit inzetten voor ons economisch herstel en de bescherming hiervan zien als een belangrijke herstelstrategie. Dit moeten wij ook doen om een volgende pandemie te voorkomen. Ons natuurlijke ecosysteem is door God gegeven. Dus hebben wij de verantwoordelijkheid om het goede gebruik hiervan te garanderen. 8 kunstenaars, 4 assistent muralisten en instructeurs en 200 leerlingen van 10 basisscholen hebben gewerkt aan schetsen en tekeningen van jaguars. Deze zijn uiteindelijk geschilderd op de muren van de scholen. De schilderingen hebben los van de sterke boodschap over het beschermen van jaguars ook een bijdrage geleverd aan de verfraaiing van de scholen. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in samenwerking met de Global Climate Change Alliance Plus, GCCA Plus, en de UNDP een verhalencompetitie georganiseerd in verband met Wereldwaterdag. De dag is op 22 maart herdacht. 100 basis- en middelscholen hebben meegedaan aan de competitie. Gonda Asadang, directeur Directoraat Water van het ministerie van NH, geeft aan dat de kick-off van de competitie is gedaan te OS-leiding 8A. Ja, je hebt voor niemand al geschreven, maar je gaat ook iets winnen. Tenminste, de persoon die heeft gewonnen, de school die heeft gewonnen, die krijgt natuurlijk een prijs.
En de prijzen zijn als volgt. Een pc en een printer, dus een computer, een personal computer. En een printer voor de school en voor de leerling. Een 2-in-1 laptop. Ja? Dat is voor de leerling die het winnende verhaal heeft geschreven per school. We verwachten dat de pc, dus de computer en de printer, zullen voorzien in een behoefte van de school. Ja? En dat de 2-in-1 laptop de leerlingen zal motiveren om te blijven schrijven. Ja? Wie weet hebben we de volgende Cynthia McLeod of Gerrit Baron hier in ons midden. Het was niet gemakkelijk om een winnaar uit te kiezen, zegt Asadang. Volgens de directeur is het met veel moeite toch gelukt om de winnaars op GLO en VOJ-niveau te bepalen. Een GLO-school die gewonnen heeft, althans de leerling die gewonnen heeft, heet... Ja, Caitlin, wie is Caitlin Ngadenan van OS 3 Meer Zorg? Mag ik Caitlin naar voren? Beide meisjes kregen een laptop voor zichzelf en wonnen voor hun school een printer.